Yo guys, Jeroen hier van Overcoming Obstacles. Gelukkig nieuwjaar allemaal allereerst, want op het moment dat jullie dit kijken is het alweer januari. In dit filmpje introduceren we iets super vets, namelijk de Combi Challenges. Elk kwartaal hebben wij 8 verschillende uitdagingen uitgezet in onze banen. En ze gaan van makkelijk naar moeilijk. En het is een fantastische manier voor jou om bij te houden waar je een beetje zit qua niveau en waar je misschien wel naartoe wil werken. Nou, vandaag gaan we het de wintereditie doornemen. Ik ga ze allemaal testen. Hopelijk lukt het allemaal. Check it out. Combi 1, oftewel paars. Je start voor het daknet, daar ga je overheen, via de paaltjes opzij, daar mag je gewoon op staan. Dan bij de M-hindernis over de balken naar het uiteinde en weer terug, door via de paaltjes. En als laatste de zwevende balkjes over, via het touw eruit springen, dan ben je klaar. Hoppa! Dit paars gehaald, Jeroen. Yes, op naar de volgende. Combi nummer 2, oftewel blauw. Je start hier op de grond voor vak 9. Je klimt omhoog over het lage net, via de catcrawl naar het daknet, over het daknet en aan de achterkant een klein stukje onderlangs terug tot aan het uitklimtouw. Blauw ook gehaald. Yes. Nou Jeroen, welke kleur gaan we nu? Paars, blauw, groen. Nou Jeroen, dat wordt al wat moeilijker. Groen. Nummer 3, groen. Ook weer starten bij vak 9. Aaphangen opzij. Staplussen, weer over het daknet. Weer staplussen. Vanaf het balkje Tarzan zwaai binnenhalen. Tarzan zwaai over het verticale net. En nog 5 meter aaphang eindigen achter het balkje. Come on! Oké Jeroen, nu een serieus grotere uitdaging. Geel. Geel nummer 4. Trouwens, had ik al gezegd dat alle challenges binnen 5 minuten moeten? Klein beetje tijdsdruk. Geel, 10 meter aaphang, 10 meter triangels. Over het grote net, hoge swing over boven het net. Via de achterkant klim je onderlangs weer terug tot aan het balkje. Nummer 5, oranje. We starten bij dit inklimtouw. Vervolgens moet je enteren aan het boventouw, alle andere lianen niet gebruiken. Onder het balkje door, net onderlangs en dan lianen, stapbanden, lianen, maar je mag de rustbalken niet gebruiken. Combi 6, de rode kleur. Starten bij Bravo. Bij het inklimtouw ga je over de balk, 5 meter aaphang. Onder het schot door, 5 meter aaphang in het midden. Maak je een swing over. Vanuit de voetklem met je hand de grond aantikken. Nogmaals een swing over. Jeugd gaat uiteraard niet over de balk, maar kin boven de balk. Vervolgens door in de aanvang tot het einde en de laatste balk overheen. Oeh, ik begin al goed pittig te worden. Je bent wit of niet? Ja, ik begin hem al een beetje te voelen, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd. Wit, start weer. Bij vak 9. 5 meter kabouterlianen. Bovenbalk niet gebruiken. Door naar de pakplank. Vervolgens 10 meter aanvang. Halverwege, hoog swing over, jeugd uiteraard, alleen kin boven de balk. Kom je aan bij het net, draai je om. Nou, 10 meter lianen terug. Boventouw ook weer niet gebruiken. En tenslotte 10 meter monkey bars, die spekkie spekkie glad zijn op dit moment. Dus ik ben er bang voor. Ik heb nog 3 minuten. Nou. Zelf bedacht, of niet? Ja, klopt. Ik ben vooral bang voor die laatste straks. Oh ja, als ik op de grond val. Dan moet die hele combi opnieuw, hè? Liefde heeft deze regels verzonnen, joh. Oh, fuck. Als het mooi weer is, opnieuw proberen. Ai, gestrand bij witte balk. Mag je dan, even een vraag, mag je dan ook met zwart bezig? Ja hoor. Maar als je zwart haalt, ben je dan niveau zwart? Nou, voor die combi wel. Combi zwart, nummer 8. Je start bij het swingoverlaantje achter de grasmat. En dit is een hele bijzondere, want je moet eerst alle touwen van het swingoverlaantje een swingover maken. Het zijn er 7 binnen 1 minuut 10. Pas als je dat gehaald hebt, mag je door naar de rest van de combi. En de hele combi moet nog steeds binnen 5 minuten. Het is een serieuze dus, uitdaging. Ja, en uiteraard jeugd, hoog swingovers, kinderen boven. Dus ik ga timen voor je, ja? Dat is goed. Ready? Ja. Go. Pak.
tijd gestopt. Dat is te snel gedaan. Ik loop gewoon door. Wat gaan we doen? Oh ja. Doe maar gewoon. Leg hem straks maar uit. Oké. Heb je het swingoverlaantje gehaald? Ga je direct door. Je mag even rusten, maar in ieder geval 10 meter korte touwtjes. Rustbalkjes niet gebruiken, je paaltjes bij de grond. Dus je moet die paal klemmen. Dan door. Naar het bandenspoor, ninja greepjes. Balkje onderdoor, net onderdoor. Op het net draaien. En een hoge swing over als allerlaatste toetje. Hij is goed pittig. Nou jongen. Ja. Was hem. Ik ben nog een beetje op adem aan het komen. Maar de eerste 8 combi's wintereditie. Ga ze lekker proberen. We maken ook ruimte tijdens de trainingen om ze te oefenen. Het is natuurlijk mooi om een beetje competitie te hebben, te vergelijken met anderen. Maar het mooiste is om te vergelijken met jezelf. En voor jezelf die lat te leggen en daarvoor te streven. Succes met oefenen.